Vijf jaar geleden was er in Bergijk geen woningaanbod voor starters, weinig huurwoningen, geen appartementen of betaalbare woning te krijgen. Ik wilde wel in Bergijk blijven wonen, zoals meer jongeren in Bergijk. En de huizen zijn allemaal voor midden- of hoger segment betaalbaar. Ja, dan zit er niks anders op als zelf aan de slag te gaan. Wij zijn met de starters een initiatiefgroep gestart. We hebben de jongeren bij elkaar verzameld. En samen met de gemeente hebben wij afspraken gemaakt over wat een starterswoning is en zijn een startersproject begonnen. We hebben een vereniging opgericht officieel en bij de provincie Noord-Brabant subsidie kunnen krijgen voor het project. Dus het is een heel proces van allerlei stappen die normaal gesproken een projectontwikkelaar doet. En nu ben je zelf projectontwikkelaar, dus van A tot Z doe je alles. Elke starter heeft zijn eigen inbreng, dus voor elk budget. De ene heeft een kleiner budget als de ander. Daarnaast wil de ene traditioneel bouwen, de ander modern. Ja, al je wensen komen erin terug. Het bouwen is betaalbaar, omdat je zelf alles monitort en regelt. Dus de aanbesteding ben je nauw bij betrokken. Je kunt zelf keuzes maken qua indeling van je woning. De kwaliteit, de vorm, het uiterlijk. Ja, alles eigenlijk kun je zelf beslissen. Dat geeft een groot voordeel. En daarnaast, doordat je met een collectief bent, ben je krachtiger in aanbestedingen. Maar ook richting gemeente, provincie. Ja, stappen zetten lukt beter met een groep mensen samen dan iemand alleen. Ja, de gemeente Bergijk heeft ook een demografisch voordeel daarmee, denk ik, op termijn. De scholen blijven vol, de verenigingen blijven actief. Dankzij de initiatiefgroep, de gemeente, de provincie en het collectief particulier opdrachtgeverschap kan ik hier in Bergijk blijven wonen. Anders had ik waarschijnlijk in een stad gewoond en liever in je eigen dorp.